Ik heb een boek geschreven dat heet De Nederlandse Documentaire Film 1965-1990. Het beschrijft de documentaire productie in die periode. En die wordt erg gedomineerd door het feit dat de televisie heel belangrijk wordt voor het maken van documentaires. Om ze te financieren en om ze te vertonen. Een aantal van de makers die ik in het boek besproken heb, zijn nog steeds actief. Neem iemand als Pieter Verhoef. We vertonen ook een van de vele films die Pieter Verhoef gemaakt heeft toen voor de VPRO. Belangrijke omroep als het om documentaire gaat. Een aflevering van Namens. Dat was eigenlijk een rubriek die namens een bepaalde groep een thema over het voetlicht bracht. Deze film gaat over de hoogovenstaking. Er zit een prachtige scène in waarin de bazen van de Hoogoven zeggen: jongen, jij mag hier niet filmen. En dat heeft Maarten Smit, ook zo'n bekende maker, op de camera vastgelegd. Het spijt me dat ik dit interview moet onderbreken. In opdracht van de bedrijfsdirectie verzoek ik u onmiddellijk deze afdeling te verlaten. Mag ik een motivatie weten? Het is een stilstaande fabriek. Ja? Er is hier helemaal niets meer te doen. En de mensen die hier aan het werk zijn, die hebben er geen enkele behoefte aan dat hier verder nog andere lieden aanwezig zijn. Het is net wat Willem zegt. Het is nou toch duidelijk. Je bent net in een bewaarschool. Van Pietje, je bent stout geweest. Donder er nou uit er nog één keer. He, want je gaat naar bed. Nou, dat is toch precies hetzelfde. De film Namens is ook opnieuw gescand ten behoeve van de vertoning op het ITVA. Dus u zult hem in prachtige kwaliteit zien.